Doet hij het al, denk je? Denk het. Denk het wel. Oh. Nou, goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. We hebben gisteren een wedstrijd gehad tegen Denemarken. Een 3-2 winst. Een hele goede teamprestatie. Ik neem jullie vandaag mee met hoe de dag eruit ziet. Dus geniet ervan. Elke ochtend vullen we even netjes vragenlijst in. Er wordt mij nu gevraagd hoe ik heb geslapen. Hoe heb je geslapen, Liek? Vannacht wel goed. Ja? Ja. Oké. Qua herstel, maar ook wel oké. Spierpijn, nee, dat heb ik niet. wat wordt er nog meer gevraagd? Even kijken. Of ik mee kan doen naar de training? Ja, tuurlijk, daar heb ik zin in. Even kijken, wat was de activiteit van gisteren? Ja, we hebben gisteren 3-2 gewonnen. Dus een wedstrijd. Hoe zwaar was het voor jou? Ik heb 15 minuten gespeeld, dus het was niet zo zwaar. En dat was het. Nou, helemaal super. We zijn dus nog steeds onderweg naar het eten. Dus je ziet wel, wij twee worden altijd helemaal achteraan in de gang neergezet. Wat heel erg goed is voor de overlast. Nou, we gaan nu de ontbijtzaal in. Waar het eten altijd goed geregeld is. Allemaal heerlijk. Oh. Nou, het is nu tijd om te gaan trainen. En wij vrouwen moeten natuurlijk even onze haren doen. Dus hier komt mijn meter af. En nu kan ik gaan trainen. Nou, we zijn nu onderweg naar de training. We gaan het voor de mannen hebben. Met wie zitten we allemaal in de bus? Dat krijg je als Merel, Sjaan, Kiek. En onze grote coach Sarina Wiegman. Nou, dat was onze trip. Nou, hier is dus ons mooie trainingscomplex. Ik heb nog nooit zo'n goed veld gezien. Wat is dit eigenlijk, Niels? Dan meten we de hartslag en de snelheid. Ja? En versnellingen. En sprintacties. Kijken of je een beetje je best doet. Dus wij komen er nooit onderuit om een keer wat minder te doen. Oké, nou, de training zit erop. Voor degene die gisteren niet hebben gespeeld, was het lekker pittig. Voor degene die wel hebben gespeeld, Shai. Hoe was het gisteren? Ja, was leuk. Ik heb een debuut gemaakt. Dus, en wat heb je nog meer gedaan? Ik heb gescoord. En een heerlijk doelpunt. Dus ik zou zeggen, allemaal even kijken. Er is nog wat dringen daar. En dat levert bijna een kopkans op. Gewoon van de Voorberg, nou haal maar uit. En die schiet hem er gewoon in! Cheyenne van de Voorberg. Schiet hem er geweldig in. En onze cappie daar ook. Heb je een lekkere uitlooptraining gehad? Wat? Een lekkere uitlooptraining gehad? Ja. Ja, goed, we zo hebben fijn. Lekker uitgelopen. Dus morgen kunnen we weer met heel de groep trainen. Ja. Toppie. Nou, we zijn onderweg naar een teamactiviteit. Het is natuurlijk niet vanzelfsprekend dat iedereen zomaar heel goed met elkaar kan. En daarom doen we heel veel leuke activiteiten samen. En vandaag staat er een teamactiviteit op het programma. Wat het is, weten we niet. Dat gaan we zo zien, dus hou je op de hoogte. Ik ga even twee mensen laten schrikken. Dames! Nou, dit is echt een probleem. Alweer! Laat me ze niet schrikken. Zij denkt net hetzelfde bij mij. We zijn hele coole kikkers, hè? Ik weet het niet. Oké. Welke editie gaat de WK Vrouwenvoetbal 2019 in Frankrijk worden? Wacht, nou, we hebben dus een spel gedaan en de winnaars zijn... Bella's! 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 Nou, mensen, dit was een dag bij de Oranje Leeuwinnen. Morgen gaan we weer trainen met z'n allen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. We hebben in ieder geval een hele leuke dag gehad met een teamactiviteit. Een pittige training. Slaap lekker allemaal en fijne avond. Doei doei.